Het kabinet zit duidelijk in zijn maag met het Nederlandse nee vorige week bij het referendum. Oké, op voorhand was wel duidelijk dat bij een geldig referendum meerderheid nee zou zeggen. Maar ja, wat dan te doen? Natuurlijk, het moet gevolgen hebben voor het associatieverdrag met de Oekraïne. Maar wat zijn de volgende stappen en hoe ga je gevolg geven aan het Nederlandse nee? Het kabinet heeft daar tijd voor nodig. Rutte zei daar op zijn persconferentie nog dit over afgelopen vrijdag. We zullen uiteraard ook in gesprek gaan met onze Europese partners, contact houden met Oekraïne zelf. Dat is een complex proces, het is uncharted waters, het is niet eerder gebeurd. Het is echt een heel nieuw fenomeen waar we mee zitten, onontgonnen terrein. Ik heb ook gezegd, het kan echt wel enige tijd gaan duren. Tijd moet dus raad brengen. Dus kwam er meteen nadat de voorlopige uitslag bekend was een heel belcircuit op gang. Een belactie vanuit de top van de coalitie richting oppositiepartijen. Ook Mark Rutte belde zelf mee. Geef ons alsjeblieft tijd, want wij weten ook niet goed wat nu te doen. We moeten overleggen met Europa. Ja, die oppositiepartijen vinden eigenlijk dat het kabinet nu meteen met een wetsvoorstel moet komen, zoals ook vastgelegd in de referendumwet, waarbij zeg maar de huidige wet, die het verdrag regelt, dat die wordt ingetrokken. En daarna zien we dan wel verder hoe te handelen. Maar de coalitie wil eigenlijk gewoon eerst zeker weten hoe recht gedaan kan worden aan het Nederlandse nee en wat de volgende stappen dan zijn. Hoe geef je dat inhoud? Het onontgonnen terrein wordt iedere keer gezegd. Morgenavond is er een debat over. Ik ben benieuwd waar ze uit gaan komen. Blijft het bij een niet-zeggend verhaal van het kabinet? We gaan bekijken hoe verder. En we zien in september wel verder. Of worden er morgen toch wat stappen gezet om in ieder geval dit verdrag nu van tafel te halen?